ik ben Carla Galstown. Ik doe feng shui consulten, lezingen en workshops. En als je met feng shui bezig bent, dan hou je je ook bezig met de I Ching. Want daar is het grootste deel van op gebaseerd. En ik heb het genoegen om een gast bij mij te hebben die heel gespecialiseerd is of zich verdiept heeft in de I Ching. En dat is Gerben Hellinga. Hallo Gerben, leuk hallo, om je Carla. Hier te hebben. Zou je willen vertellen wie je bent en wat je doet en waarom je met de I Ching bent begonnen? Nou, ik ben eigenlijk heel op een omweg in de I Ching terechtgekomen. Ik ben schrijver, journalist. Mm-hmm. Ik schrijf thrillers en romans en ik hou me met toneel bezig. Ik ben toneelcriticus geweest van Vrij Nederland 10 jaar lang. Ik ben toneelschrijver. Ik heb een aantal toneelstukken geschreven. En ook televisie veel gedaan en allemaal dat soort van dingen. Dat is mijn beroep en ook mijn plezier en mijn genoegen. En mijn werk is mijn hobby. Mijn hobby is mijn werk geworden. Ja, leuk. En toen ben ik, op een dag ben ik eigenlijk toevallig, maar wat is toeval? Want I Ching leert je dat toeval niet bestaat. Ben ik in contact gekomen met de I Ching. En daar ben ik me, ja, dat heeft me eigenlijk zo gefrappeerd. En dat maakte me zo nieuwsgierig, want ik word gedreven door nieuwsgierigheid. Dat ik me daarin ben gaan verdiepen. Dat is nou denk ik zo'n jaar of, ik was 28, ja, 35 geleden. En dat is eigenlijk steeds, daar ben ik steeds verder mee gegaan en steeds dieper in terecht gekomen. En me voor, ja, gaan verdiepen. Ja, dus op een gegeven moment heb je het boek opgenomen, de I Ching. Wat betekent de I Ching eigenlijk? I Ching betekent het boek der veranderingen. Het boek der veranderingen. En waarom ben je eraan begonnen? Ja, het begon eigenlijk zo dat ik gooide de I Ching. Toen iemand me zei van dat kon en dat bestond en je kon een vraag stellen. En dan gooide je daar met muntjes, moest je een bepaalde manipulatie doen. En dan sloeg je kon je het antwoord opzoeken in het boek. En dat deed ik en toen kreeg ik een antwoord op die vraag. En ja, dat frappeerde mij zo dat ik echt net als iedereen die daar waarschijnlijk voor het eerst mee in contact komt, dat ik verbijsterd was. En dat ben gaan bestuderen, want ja, kijk, dat paste wat daar gebeurde, dat je een vraag stelt en een antwoord krijgt van een boek, dat paste gewoon niet in het rationele concept van ons bestaan. Ja. En dat was echt een zinnig antwoord wat je kreeg. Ja, dat was meteen, ik begreep dat antwoord meteen en ik kon er ook wat mee doen, sterker nog, ik kon er echt iets mee doen, ik had er iets aan. En, ja. en vervolgens stelde ik natuurlijk meteen een nieuwe vraag en opnieuw gebeurde dat. En ja, zo ben ik me daarin gaan verdiepen en uiteindelijk is dat van grote invloed geworden op mijn manier van leven. Want het blijkt dan dat die I Ching is wel een boek, maar het is iets veel meer dan dat. Het is toch eigenlijk een heel, het is een levenswijze. Aha. Dus het begeleidt je in je leven eigenlijk. Het is me gaan begeleiden in mijn leven. Ja, het is een grote rol gaan spelen in mijn bestaan. Omdat het, de I Ching is heel praktisch. Het is helemaal gericht op om mensen, het leven van mensen, de kwaliteit daarvan te verbeteren. Het is eigenlijk, oorspronkelijk is het zo dat het was bestemd voor de keizers van China. Mm-hmm. En die hadden I Ching adviseurs. En als er dan een belangrijk probleem was voor de keizer waar die voor kwam te staan, het zij in vrede, het zij in oorlog, dan werd daar een vraag gesteld en met het antwoord, aan de hand van het antwoord, werd dan de politiek of het regeringsbeleid uitgestippeld. Mm-hmm. En dat heeft zich langzamerhand ontwikkeld, is het overgegaan ook naar gewone mensen. En nou, wij hebben geen regeringsbeleid, maar we hebben wel een beleid van een eigen leven. Ja, je dagelijkse gang. Ja. En dan helpt het gewoon, het is eigenlijk om de mensen te helpen om helderheid te krijgen in hun weg die ze bewandelen. Ja. Dat is waar je het voor kan gebruiken. Ja, nou kijk, wij komen natuurlijk, iedereen komt voor problemen te staan en voor vragen te staan waar we zelf geen antwoord op hebben. Ja. En wat heel prettig zou zijn als we daar een antwoord op zouden weten. En dat kunnen bijvoorbeeld dingen zijn van, laat ik maar zeggen, gezondheid. Bijvoorbeeld. Ja. Of
relatieproblemen of problemen met de kinderen. En op al dat soort van dingen, zakelijk, op al dat soort van dingen kan de I Ching antwoord geven. Ja, ja. En als ik een vraag stel en ik gooi de I Ching, dan krijg ik een antwoord. Maar niet altijd kan ik het goed genoeg ontcijferen. Want het is een heel verhaal die je dan als antwoord krijgt. En ik ben nog niet zo gevorderd dat ik zo 1, 2, 3 mijn antwoord helemaal begrijp. Dus dat is toch een kwestie van studie of zo? Ja en nee. Kijk, als iemand voor het eerst daarmee in aanraking komt en een vraag stelt die een wezenlijke vraag is, hè, dan krijgt hij een antwoord en dat is bijna altijd begrijp je dat antwoord. Ja. Mm-mm. Ja. Ga je er nou iets dieper in of ga je er wat langer mee? En dan kom je inderdaad voor allemaal antwoorden die je niet meer begrijpt. En om die dan te begrijpen, ga je het bestuderen. En natuurlijk is de helderheid van de vraag al het halve antwoord natuurlijk. Precies, precies. Het leert je een heldere vraag te stellen. En heel belangrijk, de helderheid van de vraag. En dus ook daarmee het probleem te formuleren voor jezelf eerst. Hè. Nou, dat is de halve werk. Hè. Ja, dan is al een heleboel gebeurd. Omdat we het probleem vaak niet goed onder ogen kunnen zien. En stel je een onduidelijke vraag, is het probleem nog niet helemaal klaar en helder voor jezelf? Dan zal ook het antwoord onduidelijk zijn. En het heeft iets van een echo. Ja, ja, nou dat is best heel, heel erg essentieel allemaal. Hè? Dus wanneer is het ontstaan eigenlijk? Hoe oud is de I Ching? Het is al heel oud. Het is zo'n 2000 jaar voor onze jaartelling. Maar waarschijnlijk nog veel ouder. Zijn er al in heel China, waarschijnlijk zijn het allerlei vormen van I Ching geweest die op een bepaald moment opgeschreven zijn. Hmm. Toen de orale tradities begonnen te verdwijnen, is er iemand geweest en die heeft dat voor het eerst opgeschreven. Het is eigenlijk zo, die antwoorden, wat wij dan als antwoorden beschouwen, die teksten, dat zijn allemaal spreuken, rijmpjes, versjes, kleine verhaaltjes, allemaal uit de Chinese geschiedenis en uit de Chinese folklore. Maar die zijn gekoppeld aan een systeem van lijnen, van gebroken en hele yin- en yang-lijnen. Mm-hmm. En die vormen, die yin- en yang-lijnen, die zijn opgebouwd in wat ze dan noemen hexagrammen. Dat zijn 64, je zou kunnen zeggen, krachtvelden. Mm-hmm. En zo'n krachtveld, ik zou maar zeggen bijvoorbeeld, één krachtveld heet het leger. Dat gaat over een leger. Maar wat is nou een leger in jezelf? Dat is ook zoiets als zelfdiscipline. Je bent zelf een leger en je bestaat uit een heleboel ondergeschikten en die moeten luisteren naar één commandant. En dat is een bepaald aspect van jezelf. He, en die anderen die moeten zich als het ware, of die zouden zich daar moeten schikken. En, nou, je hebt de vraag, je hebt een krachtveld, je hebt een succes of bezit van het grote, wat te maken heeft met, kan te maken hebben met geld. Mm-hmm. Of maar ook met grote talenten of met goddelijke inspiratie. Ja, er is dus eigenlijk geen, alles voor de I Ching, die kent geen grenzen. Dus het meest profane, het meest elementaire, geld, of het meest verhevene, filosofische problemen, religieuze problemen, dat neemt hij allemaal mee. In de filosofie die daarmee verbonden is, eigenlijk, het is geen religie, helemaal niet. Maar daar is eigenlijk geen idee van een godheid zoals wij dat kennen. Mm. Het yin en yang, dat zijn dan de twee basisprincipes waar het leven uit op is gebouwd. Die vormen samen wat dan heet de Tao. Die vormen samen een eenheid. Dus heel belangrijk dat in het I Ching denken is dat er geen tegenstellingen zijn. Je hebt hard en zacht, maar die zijn niet tegen elkaar. Die vormen samen een eenheid. Hmm. En wij zitten er als mens middenin eigenlijk. Tussen het mens, yin en yang, mens het hetzelfde. Hemelse en het aardse. Nou, mens is hetzelfde. Kijk, je hebt man en vrouw, mm-hmm, samen de mens. Mm-hmm. Je hebt dag en nacht, samen een etmaal.
Zo werkt het, begrijp je? Het zit allemaal in elkaar. Alles voegt zich samen tot een eenheid. Het neigt altijd naar harmonie. En dat is waar het om gaat bij de I Ching. De I Ching probeert harmonie aan te brengen in een leven wat uit chaos bestaat. In een wereld die uit chaos bestaat. Ja. En het is allemaal opgebouwd in principe uit de yin en yang. Ja, dat is de basis. Ja, en die kun je dus herkennen aan die lijnen die je dan ook ziet, he, van de trigrammen. De hele lijn en de open lijn. Ja. Het zijn dus eigenlijk twee principes. Ja. Dat wat wij dan noemen het mannelijke en het vrouwelijke. Maar dat zijn maar woorden die we eraan geven. Want yin en yang dekt eigenlijk alles. Hè? Mm. Maar yang zou je kunnen zeggen is heet en hard en uitzettend en ook mannelijk. En yin is vrouwelijk en zacht en ontvangend en... Ja. Dus eigenlijk wordt de hele schepping wordt ingedeeld in die twee basisprincipes. En die interfereren met elkaar en vormen een aantal principes, andere principes, die met elkaar een heel stelsel opbouwen. Ja. En dat woord, dat is van heel uit de oudheid gebruikt. En zelfs in de tegenwoordige tijd wordt dat principe nog gebruikt. Hè? Want als je bedenkt dat de computerwereld is daar ook op gebaseerd eigenlijk. Ja, inderdaad. En dat komt eigenlijk omdat de filosoof en wiskundige Leibniz in de 18e eeuw, geloof ik, die correspondeerde met jezuïeten die naar China waren gegaan om daar het katholieke geloof te verbreiden. Die hadden trouwens daarbij ook wel succes. Een bepaald moment is er een katholieke Chinese keizer geweest. En, maar die jezuïeten troffen daar dus dat yin en yang denken aan. En die waren daar enorm door gefrappeerd. En die zijn zich daar enorm voor gaan interesseren. De eerste vertaling is ook in het Latijn, stamt uit die tijd. Ah. En hij correspondeerde met die mensen. En moet je voorstellen, dat ging dus allemaal met boten en zo, hoe dat vroeger. Zij stuurden hem een keer een illustratie, een Chinese tekening. En daarop trof hij een cirkel aan met die verdeling van die yin en yang in een cirkel verdeeld. En dat is dan een stelsel van 64 hexagrammen in die lijntjes. En hij is dat gaan bestuderen en hij ontdekte plotseling dat het overeenkwam met een bepaald wiskundige gedachte waar hij aan het werk, die hij probeerde uit te werken. En dat is wat later de binaire code is geworden. En die binaire code is vervolgens, in een veel later tijdstip, is die als basis gebruikt voor het computerprogrammering. Ja, dus het is ongelooflijk eigenlijk, hè, hoe oud het systeem is en dat het zelfs in deze tijd zo belangrijk is gebleven. Ja, en dat komt dus omdat het in feite is het een model, het is een denkmodel. Ja. En het is eigenlijk een van de meest duidelijk functionerende denkmodellen die we kennen om de werkelijkheid weer te geven. Mm. En dat zien we dus nu met de computer. Geweldig. Er zit nog een denkmodel in en dat is de DNA-code. Aha. Ook de DNA-code komt in de I Ching. Het is een beetje ingewikkeld om dat uit te leggen, dat zal ik niet doen. Maar in ieder geval, dus zowel de DNA als de binaire code, ze maken allebei deel uit van het stelsel van de I Ching. Ja, ja. En als je gewoon je wil verdiepen in de I Ching en gewoon algemeen huistuin gebruiken, wil ik vragen stellen over mijn leven. Dan, hoe ga ik te werk met de I Ching? Wat moet ik doen? Dan begin je naar een winkel te gaan, een boekwinkel te gaan en je koopt gewoon de I Ching. Ja. Die is in de meeste boekwinkels is er wel een I Ching te koop. Maar er zijn vele I Ching boeken. Hè? Ja, maar er is eigenlijk één... er is een Richard Wilhelm, dat was een Duitse dominee, die is naar China gegaan in het begin van de vorige eeuw. En om het geloof te verbreiden. Mm-hmm. En die is daar ook in contact gekomen met het yin-yang denken. En heeft een meester gehad ook, een I Ching meester. En die heeft samen met die I Ching meester, heeft hij de I Ching vertaald in het Duits. En dat boek is vervolgens eigenlijk in alle westerse talen, Nederlands, Frans, Engels enzovoort, al voor de oorlog, dus al voor de Tweede Wereldoorlog, waren er al heel veel mensen mee bezig. Mm-hmm. Daarna zijn er dus heel veel nieuwe I Ching's gekomen, maar heel veel daarvan zijn gebaseerd op de vertaling van Richard Wilhelm. Mm-hmm. En ook zijn er nu weer hele nieuwe.
Ja. Maar dus het is aan te raden om, als je ermee begint, om met Richard William te beginnen. Mm. Denk ja, ik heb pas geleden nog eentje erbij gekocht en dat is van professor Huang. Ja. Die heeft het een beetje voor deze tijd eigenlijk weer een beetje vernieuwd. Dat is ook zo. Ja, heel lang is in de gevangenis gezeten en kwam erachter dat de westerlingen geïnteresseerd waren, mm-hmm, en vond dat ze te weinig wisten. Mm-hmm. Heeft ja. Heel veel uitleg gegeven. Ja. Ja, dat is waar. Er zijn hele goede tegenwoordig, een aantal verschillende, mm-hmm, door Chinezen met name juist, mm-hmm, vertalingen gemaakt die moderner zijn. Ja, ja. Dat is absoluut waar. Maar het is wel zo dat Wilhelm is daar helemaal al heel lang in gebruik, mm-hmm, en is heel toegankelijk, ja, ook hoor. Ja. Dus, ja. Ja, daar begin je. Dus je begint dus met een boek te kopen en vervolgens staat er in dat boek hoe je het moet doen. En dat is dus eigenlijk heel makkelijk. Je moet met muntjes, dat is de meest makkelijke manier. Je stelt een vraag en dan gooi je op een bepaalde, je gooit met die muntjes. En dan krijg je door die drie muntjes op een bepaalde manier op te tellen, krijg je cijfers. En die cijfers vormen dan dat zogenaamde hexagram. Ja. En ja, door die cijfers, en dan lees je het in het boek na, kan je opzoeken. En daar staat het, tot je stomme verbazing, staat het antwoord. Ja, en er zijn verschillende manieren om te gooien. Hè? Je hebt de stokjes en de muntjes. En ja, je hebt de oudste manier is met stokjes. Mm-mm. Dat is ingewikkeld, duurt ook lang. Dan ben je ongeveer 20 minuten bezig. Ben je wel helemaal minuten in je meditatieve sfeer? Absoluut, sfeer, dat natuurlijk is een hele meditatieve wijze. Maar als je dus, nou ja, als je in de natuur woont en je bent een Taoïstische monnik, dan heb je alle tijd. Ja. Maar ben je in onze moderne wereld, en trouwens ook in de klassieke Chinese wereld, dan heb je soms, moet je even snel die Ching iets wat vragen. En dan doe je het met munten, en dan is het in een halve minuut gepiept. Ja, ja. Maar jij hebt weer een nieuwe methode bedacht studeren. Ja, ik ben op een bepaald moment heb ik een kaartspel gemaakt gebaseerd op de I Ching. Die zien we hier op tafel, al die mooie kleuren. En hoe kom je op de kleuren? Nou, kijk, het was zo dat ik gooide dan wel eens, mensen kwamen wel eens naar me toe nog. En die vroegen dan, wil je de I Ching voor me gooien? Ik heb een vraag te stellen. En als je dan, als mensen die daar niks van af weten, en die worden daarmee geconfronteerd, die zien je dan met die muntjes vreemd. En dan zien ze die vreemde streepjes die je op papier zet en zo. Dat werkt allemaal een beetje sceptisch. Ja, ja. Beetje, dat is toch een beetje gedoe, een beetje gepriegelachtig. Dat is zo ver weg van ons. Ja. En mensen, wij staan toch, kaarten, dat kennen we. En toen dacht ik ook om bijvoorbeeld met kinderen te werken, als kind. En bijvoorbeeld therapeuten die met die Ching zouden willen werken. En dan kan je beter met kaarten werken, omdat dat rustiger is, vertrouwenwekkender. Ja. En aantrekkelijker eigenlijk ook. Op een bepaalde manier aantrekkelijker. En toen heb ik die zogenaamde trigrammen. Kijk, hier is dan de I Ching. Dit is een trigram. Vuur, aarde, meer, hemel, water, donder en berg. Ja. Nou, en dat zijn dus 8 krachtvelden, oerkrachten. Mm-hmm. En die heb ik allemaal een eigen kleur gegeven. En in die kaarten heb ik dat verwerkt. Ja, maar ik zie zoveel kleurtjes en denk ik, oh, daar zijn dus heel veel betekenissen voor ieder kleurtje in één kaart. Ja. Ja en nee, want nou ja, maar dan komen we echt in de diepere I Ching-kunde terecht. Maar als je nou dit neemt bijvoorbeeld, hier deze. Dit is gemeenschap met mensen. Je zou kunnen zeggen, mensen onder elkaar, menigten. Alles wat met grote groepen mensen te maken heeft. Ook vriendschap. Ja. Dan is dit vuur en dan is dit de hemel. En dan zie je hier in het midden nog een centrum. Ja, dat geeft een bepaald accent eraan. Maar daar hoef je helemaal absoluut niks over te weten om met die. Je hoeft het niet te begrijpen waarom jij dat hebt bedacht. Totaal. Of zo. Nee. Dat is alleen maar. Leuk. En uiteindelijk is het een esthetisch effect. Ja. Ja. Dus met deze kaarten, die leg je dan voor mensen op een bepaalde manier neer. Als ze vragen hebben. Ja. En hoeveel kaarten leg je neer? Ik werk dan met 9 kaarten. 9 kaarten. Je uit werkt de 64. Ja, dat 8 kaarten eigenlijk zijn die 8 trigrammen. Ja. En in het midden ligt de essentie van de vraag die gesteld wordt. Ja, ja. Oh, juist. En die laat je liggen als je hem, daar kom je niet aan. Nee, dat laat je allemaal liggen. En vervolgens ga je die kaarten lezen.
Mm-hmm. Die kaarten liggen op een plek en die plek die heeft een bepaalde beduiding, een bepaalde betekenis. Begin je dan ook bij de hout of de donder? Ja, je begint bij donder, ja. Want dat is het begin van alles. De donder komt uit wind toe. Dan ga je naar wind toe, die verspreidt zich, dat groeit. Ja. Hout is dat ook, wind of hout. En dan kom je bij vuur. Dat is, wil zeggen, je kan het zien van verre. Hoe ziet het eruit, zeg je dan? Ja. Dan kom je bij aarde, dan zeg je, nou, wat krijg je waar je niet om gevraagd hebt? Dan kom je bij meer, dat is hoe uit het zich in je gevoel en praat je erover. Dan kom je bij de plaats, het scheppende. Wat kun je doen, zelf doen, om het probleem te veranderen? Dan kom je bij het water, dat is het onderbewuste. Dat, als het een mooie kaart is, is het je hoop die in vervulling gaat. Als het een minder mooie kaart is, is het je angst die zich manifesteert. Mm-hmm. En dan kom je bij berg en van daaruit kijk je eigenlijk terug naar het verleden en naar de toekomst, hoe het verder zal gaan. Ja. En het zijn dus die plaatsen die geven een betekenis en de kaart vertelt wat er op die plaats gaat gebeuren. En dan heb je ook nog bewegende lijnen, heet dat dan. Dat zijn als het ware extra mededelingen. Ja, dat is. En zo krijg je eigenlijk, naar aanleiding van je vraag, krijg je een heel stelsel van informatie wat... wonderlijk genoeg voor iedereen die dat raadpleegt, heel toegankelijk is. Ja, dat is een hele leuke manier natuurlijk, dat je gewoon de bakwaar rondgaat om je vraag te verhelderen. Ja. Leuk. Ja. En dat heeft het kaartspel mogelijk gemaakt, omdat je die zo hebt ontwikkeld. Leuk hoor, dat is toch wat helderder dan die muntjes gooien. Nee, dat is niet zo. Nee, kijk, je zou het kunnen vergelijken, het is zachter. Het is, je gooit het met de munten, je stelt een vraag en je gooit het met de munten. Dat is alsof je, iemand zei wel eens, alsof je je vinger in een stopcontact met 1 miljoen volt steekt. In één keer. Of een floret steekt. Ja. In één keer krijg je. Tjoef. Terwijl met die kaarten krijg je dan een gesprek. Komt een gesprek op gang met jezelf, in jezelf. En je doet er ook langer over. Er komt van verschillende kanten komen verschillende argumenten. De een zegt, nou het is toch niet zo gunstig. De ander zegt, nou het is fantastisch wat daar gaat gebeuren. Begrijp je? Dus die verschillen en die allemaal tezamen voegen ze zich en krijg je een heel duidelijk beeld. Ja, nou dat... Ik vind het geweldig dat je dat hebt ontwikkeld. Het is leuk, het is heel leuk. Ik denk dat daar ook wel wat begeleiding nodig is om hem echt te begrijpen hoe je dat kaartenspel weer gaat gebruiken. Wat ik doe is als mensen, er zijn wel mensen die... Je verkoopt die kaarten. Nou ja, dat wil zeggen, ik heb samen met een vriend, hebben we die kaarten gesafedrukt. Een aantal... Het zijn kunstwerkjes eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Het is handwerk natuurlijk en het... Het is enorm werk geweest. En die hebben we verkocht. Die verkopen we aan liefhebbers. Zijn er niet veel meer over. Hij is geloof ik er helemaal doorheen. Ik heb er nog een paar. Maar, daar hoort dan bij als iemand zo'n spel koopt. Dan geef ik een sessie om te laten zien hoe het... er is ook een kleine handleiding bij. Maar uiteindelijk moet je er gewoon mee gaan werken. Om het onder de knie te krijgen. Maar dat geldt eigenlijk ook natuurlijk voor het gebruik van de I Ching. Als je er echt in gaat verdiepen, dan is het enerzijds een studie. Maar anderzijds, en dat vind ik dan toch het belangrijkere aspect ervan, is het een... Kijk, je krijgt een vraag, maar die vraag is een antwoord. Je stelt een vraag, maar dat antwoord geeft jou een manier aan om je probleem op te lossen. Vervolgens moet je het oplossen. Die lost niks voor je op. Die zegt alleen maar hoe je het zou kunnen doen. En dan moet je het doen. En dat is eigenlijk het hele interessante en waar het allemaal op neerkomt. Want heel vaak is het antwoord wat we krijgen, gaat in tegen onze ego-drift. Mm-hmm. Tegen het egoïstische verlangen om iets tot stand te brengen om iets niet te doen. Dus de I Ching zegt vaak, nou als je dat doet, dan gaat het fout. Je moet het zo doen. Dus maar je moet eerst nog helemaal het ermee eens zijn of tot het besluit komen dat dat inderdaad de beste manier is, zoals die je voorstelt om het te doen, voordat je het echt kan doen. Want als je eenmaal een besluit hebt genomen, is het doen vanzelfsprekend. Het is gewoon vaak heel erg moeilijk om het antwoord in de praktijk te brengen, omdat het betekent dat je
klaar moet komen met je ego. Ja, eigenlijk. Dat ego wat gewoon maar zegt van dub en ik dit en ik dat en wauw. Ja. En zo. En dat moet dus... Dat moet je helemaal schoonmaken eigenlijk. Dat moet geleerd worden om dan een stap terug te doen of niet. Nou ja, en dat is en dat vond ik eigenlijk het meest fascinerende, ik het meest fascinerende. Hoe, kun je een voorbeeld geven hoe jij dat tegenkwam in het begin? Van, oh jee, ik kreeg een antwoord en ik wil het helemaal niet zo. Of nou ja, een deel van je wil het helemaal niet zo. Nou ja, ik ben wel, ik ben wel eens door. Ieder mens gaat wel door hele moeilijke fases in het leven. En in mijn bestaan was een hele moeilijke fase, bijvoorbeeld een scheiding. En dat is een scheiding van iemand van wie je heel erg veel hebt gehouden. En waar vervolgens om een of andere reden gaat het niet meer. En dat is een botsing, altijd, dat zie je altijd om je heen. Dat is een botsing tussen ego's. En om, die scheiding die was onomstotelijk, dat ging gebeuren. Nou kan je het zo doen dat het een levenslang conflict blijft. Jammer. En waar dan ook nog kinderen de dupe van zijn en weet ik wat allemaal. Maar het zou natuurlijk prachtig zijn als je het zo kan doen dat mensen daarna vrienden worden. En met elkaar op een heel andere manier toch het leven door kunnen. En krijg je dat voor elkaar midden in die botsing? En met ik ben dus mijn bedrijf? Scheiding, in die tijd heb ik heel veel de I Ching geraadpleegd. En zo veel mogelijk naar die adviezen geluisterd en geprobeerd dat uit te voeren. Nou, bijvoorbeeld, ik herinner me nog heel duidelijk. Kijk, een van die krachtvelden, hexagrammen, heet bescheidenheid. En de I Ching zegt dat de persoon die werkelijk bescheiden is, als je dus echt bescheiden bent, dat wil zeggen vanuit een spirituele houding, dus niet van ben ik bescheiden, maar zo bescheiden als het ware dat je het niet meer eens meer weet, dat je het niet eens meer bescheiden bent, maar dat je het uitleeft. Dan krijgt de bescheidene alles waar die naar verlangt. Alleen de bescheidene krijgt dat overigens. Ja. Alle anderen zullen op een of andere manier te maken krijgen met dingen die ze wel of die ze niet krijgen. Ja. Maar de bescheidene krijgt alles wat hij naar verlangt. Nou, en ik kreeg dus met die scheiding, kreeg ik dus dat begrip de bescheidene heel veel. Okay. En dat is eigenlijk mijn jouw richtlijn. Richtlijn geweest in die tijd. Wat mooi. En, ja, het is wel mooi, maar het is vooral moeilijk. Als je helemaal, het is heel moeilijk. Over de kop gewoon, gaat. En als je, weet je wel, als man. En zo is het dus terughoudendheid. Overigens niet altijd hoor. Ik bedoel, er is wel degelijk ook. Het is helemaal niet zo dat die iets signaleert om een lammetje te zijn. Mm-hmm. Want het kan ook zijn dat je in situaties juist moet optreden, maar het niet durft. Ja. Het leert je, het kan je leren, of je leert het jezelf, maar de aanwijzingen staan in die I Ching, of geeft die I Ching je, bijvoorbeeld om je te bevrijden van je angsten. Mm-hmm. Heel belangrijk in deze tijd, er zijn heel veel mensen die heel erg met angst te maken hebben. Bij allemaal eigenlijk, toch? Dat is onze grootste vijand. Ja, waarschijnlijk wel. Maar de een meer dan de ander. Ja. Hè? Dat is. Zo gaat het. En als je bijvoorbeeld bepaalde angsten niet hebt, dan is het moeilijk om te begrijpen waarom iemand anders die angsten wel heeft. Ja. En daar kan je ook ongeduldig worden, want god, dat gezeur van. Maar die angst is natuurlijk een wezenlijk aspect van die andere persoon. Mm-hmm. Dat maakt deel uit van zijn leefveld, zijn leefsfeer en zijn innerlijke wereld. Haar. Als ik zijn zeg, bedoel ik de mens. En de I Ching kan ons daar ongelooflijk bij helpen. Met je angsten. Ja, angsten te begrijpen en te leren en te laten zien dat die angsten... We klampen ons ook aan die angsten vast. Die angsten zijn ook manifestaties van het ego. Mm-hmm. Die angst is heerlijk om te hebben eigenlijk. Want dan heb je in ieder geval die angst waar je aan vast kan houden. Begrijp je? Maar doe nou die angst weg. Wat blijft er dan over? Nou, niets. Ja, precies. Maar nou dat niets, dat heb je nodig om
om te verder groeien. Te komen, ja. Om te groeien, om, om in het leven te staan. Daar gaat het eigenlijk om, om in dat en zo is te komen. Het, en zo is het dus ook met, laat ik maar zeggen, met ja, alle ego-manifestaties. Bezit, niet? In deze tijd is het natuurlijk, ik bedoel, iedereen wil rijk worden. Nou, maar hoe word je rijk? I Ching vindt dat goed, die is niet tegen rijk worden. Nee, die Chinezen zijn heel praktisch. En de Chinezen zijn altijd erop uit om lekker rijk te worden. Veel geld te verdienen, dat vind ik. Hoe doen ze dat nou? Nou, daar hebben ze allemaal, in Feng Shui, is daar ook heel erg mee bezig. Ja. Hoe kun je je vermogen verhogen? Ja, op nou, alle dat, gebieden natuurlijk. Op alle, ja, gebieden, op alle dus, gebieden. En dat doet de I Ching, kan je dat dus ook vertellen. Maar dat betekent dus heel vaak dat je bepaalde dingen niet moet doen. Ja, en wanneer kun je dat besluit nemen, wanneer wel en wanneer niet natuurlijk. Nou, en ja, dat geeft de I Ching ja, je aan. Ja. En die moet je dan goed begrijpen. En ja, inderdaad, dat is moeilijk, hè? En zo is gezondheid, is ook zo'n aspect, hè? Dus, ja, ja. Zakelijk zou je kunnen zeggen, dat zijn de zakelijk, gezondheid, relaties, angsten, dat zijn de eerste dingen, ja, waar die je... kom je het meest tegen in mensen. En daar gewoon kun je ook zelf een heleboel aan doen met behulp van de I Ching. Ja, en als je bijvoorbeeld iets wil... als je dan een vraag hebt, hè? Ik bedoel, we zouden ook een vraag kunnen stellen natuurlijk, hè, voor de mensen. Ja. Een vraag die iedereen zou interesseren tegenwoordig, waar ook een hoop angsten op zitten eigenlijk. Ja. ik denk dan aan bijvoorbeeld, hoe gaat het met de economie in Nederland in de nabije toekomst? Kunnen we proberen. Dat is misschien wel iets waar iedereen zich erg mee bezighoudt nou. Waar ook veel angst over, nou niet echt veel, maar men begint zich zorgen te maken. Ja, nou ja, kijk, het is een goede vraag. Want je kunt zeggen, als we nou weten dat het met de economie minder gaat, dan kan je daar rekening mee houden. Ja. Omgekeerd, als je zegt, ik ben zo bang dat het minder slecht gaat met de economie. En je weet dat het wel mee zal vallen, dan hoef je die angst in ieder geval niet aan vast te houden. Begrijp? Zullen we proberen? Ja, nou ja, okay, leuk. Dan kunnen we ook gelijk zien hoe het werkt. Dan doen we dat, ja, we doen het een beetje snel, want anders dan zitten we daar maar met die muntjes. Maar ja, zullen we om de beurt gooien? Nou, doe jij maar, want okay, dat wordt zo'n gedoe met die microfoons. Ja. Dan doen we het zo, dus belangrijk, je begint met de vraag te stellen. Ja. De vraag is, hoe gaat het in de toekomst met de Nederlandse economie verder? 8. Hoe gaat het verder met de Nederlandse economie in de toekomst? Dat kun je dus dan hebben we niet in zozeer gezegd hoe je dat berekent. Hè? Ja, maar dan hebben we niet zozeer gezegd de toekomst. We hebben niet gezegd in het komende jaar, maar nabije toekomst. 8. 7. Hoe gaat het verder met de Nederlandse economie in de nabije toekomst? 6. 8, 7, 6. Hoe gaat het verder met de Nederlandse economie in de nabije toekomst? 7. Hoe gaat het verder met de economie in de nabije toekomst? 8. Hoe gaat het verder met de Nederlandse economie in de nabije toekomst? 8. Je hebt hem nog in beeld. 40. De bevrijding. De derde lijn beweegt. Nou, kijk, dat de bevrijding, dat is op zich, en dan verandert het allemaal naar de duurzaamheid, naar iets wat gewoon continueert. Ja, dus dat bevrijding is niet zo gek natuurlijk. Dat klinkt al, dat klinkt toch anders dan, dat we failliet gaan. Ja, ja. Maar... Worden we bevrijd van het geld? De derde lijn. En dat is nou net een beetje een lijn die niet zo makkelijk te begrijpen is, maar ik zal hem even voorlezen. Als iemand een last op zijn rug draagt en toch in een rijtuig rijdt, lokt hij de rovers naderbij. Standvastigheid leidt tot beschaming. Iemand heeft zich uit armoedige omstandigheden opgewerkt tot een comfortabele positie, waarin het hem aan niets ontbreekt. Dat zijn wij allen. Wanneer hij zich nu als een parvenu gedraagt en een gemakkelijk leventje gaat leiden in een weelderige omgeving die niet bij zijn wezen past. Dus we doen maar, we geven het geld maar uit. We denken niet aan de natuur, we denken niet aan het milieu, we denken niet aan de arme mensen, we denken niet aan de aidspatiënten in Afrika. We gaan maar gewoon onze gang.
trekt hij als het ware de rovers aan en als hij in die houding volhardt, maakt hij zich onherroepelijk te schande. Dus ja, dan kun je zeggen, in relatie tot dit antwoord, als we zo doorgaan, dan gaat het niet goed. Dus belangrijk is dat we pas op de plaats maken, dat we soberheid betrachten. We hebben het nu over de economie in het algemeen. Hè? Dat we als regering niet meer met het geld over de balk smijten. Dat we het aan de essentiële belangrijke dingen, zoals onderwijs bijvoorbeeld, zoals openbaar vervoer. Dus ten bate van alle mensen en niet alleen ten bate van één kleine doelgroep. Zoals bijvoorbeeld mensen die in de file staan. Maar dus algemeen verspreiden en dan kom je weer terug in die bevrijding. Dat die bevrijding wil zeggen dat we ons bevrijden van de noden. Van de noden en de angsten. Ja, van de noden en de angsten en de dingen die ons benauwen en zo. Dus ja, het ziet er wel, aangezien je wil kunnen vermoeden dat we met z'n allen niet zo zullen reageren. Als we zouden moeten reageren. Maar een beetje wel. We zijn een beetje aan het bezinnen. Maar het is toch wel een pitsie. En dan gaat het ook nog eens een keer een voorspellende kant. Want we hebben gezegd, hoe gaat het verder met de economie? En dan zegt er iets in, als je dus dat dan niet doet, dan komen de rovers naderbij. En rovers kunnen we dan zien als die van ons willen afnemen. En dat wat we hebben, ons ontnemen. En ja, dan komt het tot beschaming. En dan krijg je, dat was vervelend. Dan zit je straks en zit je met z'n allen van, we hadden het een beetje anders moeten doen. Maar het is te laat dan. Ja. Goh. Het klinkt niet heel erg zwaarmoedig. Nee, het is wel vervelender dan we denken. En dat is het prettige. Het is moeilijker voor ons om ons aan te passen aan het antwoord. Omdat wij met z'n allen dat zouden moeten doen. En hoe doen we dat nou? Dan begin je met jezelf, denk ik. Dat is wel een beetje waar natuurlijk. Maar toch is het een probleem. De economie is een probleem wat boven ons staat. Dat geldt. Dus wij zouden, als je het met jezelf. We kunnen dat, bij wijze van spreken, begint het in het stemhokje. En de regering zou, bij wijze van spreken, moeten luisteren naar de mensen in plaats van deelbelangen door te drukken en zo. Ja. En dat is het grootste probleem in onze moderne tijd natuurlijk: de deelbelangen. Omdat het algemeen belang niet meer voorop staat. Ja. En daar gaat het eigenlijk om in deze vraagstelling ook. Ja. Dit is een hele serieuze natuurlijk. Je kunt de I Ching ook gebruiken voor hele leuke dingen. Ik herinner mij dat jij op jouw 50ste verjaardag een cadeau hebt gekregen van al jouw vrienden. Ja. En die hebben dus het gebaseerd op de I Ching. En ze hebben met 64 kunstwerken gemaakt. Ieder heeft geloot of een kaartje getrokken. Of een hexagram getrokken en die hebben zij gebruikt om zich te inspireren voor een kunstwerk. Ja, ze hebben dus, kijk, je ziet namelijk die kaarten en dan heb je die met die lijntjes. Uh-huh. Maar je kan dat ook in de vorm van een verbeelding weergeven. Ik vind het zo'n leuk idee. En zo dit is dus bijvoorbeeld één voorbeeld. Dit is prachtig. Dus zo'n hexagram, maar dan in de vorm van een van wie was tekening. Die? Deze is gemaakt door Theo Klein. Theo Klein, ja. En mooi, dit hoor. Is het hexagram 3, de beginmoeilijkheid. En dat is opgebouwd uit donder en water. Hier zie je de donder en hier zie je het water. En hier zie je een hele andere. Dit is... Welke is dit eigenlijk? Dit is 8, hexagram 8. Ja. En een totaal andere visie. Met eenheid, geluk. Principieel orakel, vernieuwing geeft duurzaamheid, geen fout. Onzekere komen naderbij, te laat komen, ongeluk. Dat is dat we ons aansluiten bij een overheersend idee. Hier zie je, mooie. Dit is 26, de temmende macht van het grote heet dat. Daar staan we voor een pas. Voordat we die pas omhoog kunnen gaan en over die pas heen kunnen gaan, dus naar de nieuwe toekomst tegemoet, moeten we eerst klaar zijn ervoor en ons klaarmaken. En de karren waar we in rijden, de paarden die we gebruiken, die moeten allemaal in orde zijn om die pas, om die berg te kunnen bestijgen.
Dat zie je hier. Hier is, dit is het terugtrekken, Popke Bakker. Ja, oh ja, van Popke. Ja, die herken ik wel. 33. Ja, die, dat is een beeldend kunstenaar die werkt met deze geometrische vormen, zo'n beetje in à la Escher. Nou, zo hebben mijn vrienden hebben dus een de hele I Ching in, dit is Makina, ook een schilderes, 17, het navolgen. Helemaal in kleine kunstwerken weergegeven. Geweldig, ik vind het. Een heel hele tentoonstelling. Ja, geweldig. Leuk hoor. Ja, dit is het leuke hiervan is dat je ziet dat het ook iets speels is inderdaad. Ja. Ja. Het is niet streng of geheimzinnig, occult of zo. Nee. Dat kan. Je kan er alles in leggen. Zakenmensen gebruiken het ook natuurlijk. Er zijn mensen op de beurs die werken hiermee. Men heeft het er niet over, maar ze gebruiken het toch. Zeker. Het gaat met feng shui eigenlijk ook zo. Een heleboel zaken, mensen gebruiken het, maar ze hebben het er nog niet over. Absoluut. In Japan en ook in Amerika heb je natuurlijk gewoon grote zakenlui. Die hebben consultanten, die geven hun raad. Of ze daar zich er altijd aan houden is een tweede. Ja, maar vaak wel. Wel handig absoluut. Om geadviseerd te worden. Ik geloof de vroegere directeur van Sony. Mm-mm. Dat was bijvoorbeeld iemand die absoluut met deze dingen werkte. Ja. Ja, dat is daar wat algemener geaccepteerd om dat te doen. Ja. Hier in zover ik weet, al die grote bedrijven doen het ook, maar men heeft het er liever niet over, want het is nog niet echt geaccepteerd. Nee, maar dat hoeft ook niet. Je hoeft het er ook niet over te hebben. Nee. Trouwens, ook als je het zelf gebruikt, dat wij er nou over zitten te praten en dat komt omdat ik er ook over geschreven heb en zo. Ja. Maar het is niet iets waar je nou verder mee te koop hoeft te lopen dat of zo. Niet. Het is, nee, maar ik vind het wel leuk dat de mensen ervan horen, dat ze gewoon ook een besluit kunnen nemen, goh, wil ik dat ook een keer uitproberen? Wat zou het voor mij doen? Want voor jou heeft het heel veel betekend. Ja. En dat is toch heel leuk als we dat kunnen doen. Je komt in aanraking met een ongelooflijk fascinerende denkwereld. Mm-hmm. En daarachter zit dan ook nog eens een hele cultuur. Waar je in kunt gaan verdiepen als je dat wilt. Je hoeft niet fanatiek te worden natuurlijk. Hè? Je kunt gewoon er met plezier mee werken. Nou, het leert je juist om niet fanatiek te zijn. Juist. Maar daar is wel zo, vaak ga je door fases heen. Je komt er voor het eerst mee. Nou, dan word je wel, je kan er bezeten van raken een tijdje en zo. Omdat het zo ontzettend boeiend is. Ja. Maar dat is helemaal niet erg, het gaat over. Ja, leuk. Jij doet ook consulten voor mensen als ze een vraag hebben waar ze erg mee zitten. Mensen een belangrijk probleem hebben, dan wil ik ze daar graag mee helpen. Ja, het is echt eigenlijk iets om mensen te helpen. De I Ching is er om mensen te helpen. Ja, helemaal. Ja, zeker. Jezelf te helpen en eventueel een ander te helpen. Mooi, hè? Ja. Ja, en heb jij nog iets toe te voegen aan de mensen thuis, wat ze ermee kunnen gaan doen? Als ze willen, kunnen ze je bellen, hè? Ja, ze zouden me kunnen bellen inderdaad. Mm-hmm. Of als iemand echt een belangrijke vraag heeft, of een belangrijk probleem heeft, dan kan hij gewoon naar me toe komen. Ik woon in Ruigoord. Mm-mm. En me daar komen opzoeken en dan ben ik graag ter willen. Ja, geweldig. Ja. Dus je bent, ik denk dat je een heel leuk leven hebt. Hè? Je hebt je werk is je hobby is je werk. Ja. En je hebt je verdiept in de I Ching en je hebt er plezier in. Je hebt er mooie dingen meegemaakt. En geweldig. Leuk. Ja. Leuk om te zien dat je daar zulke mooie dingen mee doet. Wat ik nog even zou kunnen toelichten, één ding, dat is dat er is onze rationele samenleving is hier een afkeer van. Veel mensen hebben die denken dat een soort hocus pocus is. Mm-hmm. Dat het een beetje flauwekul is. Occulte flauwekul is of zoiets. Mm-hmm. En dat is gewoon, dat is absoluut niet het geval. Maar hoe komt het nou? Dus dat is altijd de vraag waar ik altijd mee geconfronteerd word. Ja, maar hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? En hoe kan het zo werken? Ja, hoe kan het nou zo werken? Heb je daar iets? Nou ja, dan kom je, daar ben ik natuurlijk eindeloos zelf mee bezig geweest. Maar een beetje wel. Het heeft te maken met dat wij in een werkelijkheid leven die door onze zintuigen wordt bepaald. Een zintuigelijke werkelijkheid. De werkelijkheid die wij waarnemen met onze ogen en horen en voelen, dat is een andere werkelijkheid dan de werkelijkheid die door onze hersens met de moderne wetenschap
vastgesteld wordt. Als wij naar wolken kijken, dan zien we een soort, dan zien we een witte gedaante onder een blauw uitspansel drijven. En als een wetenschapper naar wolken kijkt, dan ziet hij een stelsel van nevels en op een bepaalde manier samengesteld door temperatuurverschillen en windrichtingen. En de lucht is helemaal niet blauw, dat is geen blauwe koepel. Dat is een effect wat ontstaat door het breken van het licht of zoiets enzovoort. Zo is die twee verschillen. Nou, maar wij hebben niet voor niets leven in die zintuigelijke wereld. Die hebben we nodig gehad in de evolutie om te worden tot wie we zijn. Mm-hmm. Anders waren we wel uit toegerust met die andere hersens waar we nu over kunnen beschikken, overigens. Mm-hmm. En dus in die zintuigelijke wereld die we waarnemen, daar lijken de dingen, wat we zien, de werkelijkheid die we zien, is niet de echte werkelijkheid. Wij leven dus niet in de echte werkelijkheid. En de echte werkelijkheid is die we door een microscoop of een sterrenkijker waarnemen, nietwaar? En die we in wiskundige formules, natuurkundige formules kunnen neerschrijven. Maar de werkelijkheid die wij, is wel de werkelijkheid waar wij het mee moeten doen. En in die werkelijkheid, die laat zich beschrijven met zoiets als de I Ching. En trouwens ook nog met andere middelen hoor. Ja. Waar dan ook denigrerend over gedaan wordt, maar die ook op dezelfde manier werken, bijvoorbeeld astrologie of zo. Ja. En dus dit zijn verlengstukken van de werkelijkheid waar we in leven. Gereedschap voor mensen die leven in de werkelijkheid van de zintuigelijke waarneming. Geweldig. Dat is waar het op neerkomt. Ja, wel een leuke uitleg nog even erbij, dat vind ik heel goed. Dank je wel hoor, Gerben. Ik vond het leuk. Ik vond het een heel interessant gesprek. Een geweldig onderwerp. Kunnen we nog heel lang over doorgaan. Ja, kunnen we heel lang over doorgaan. Je kun je de rest van je leven mee vooruit geloven. Gaat ook als je gebeuren. Hier eenmaal mee begint. Nou, oké. Dank je wel. Ja. En tot een volgende keer. Dank je wel.